Het is bewolkt vandaag en het sneeuwt geruime tijd. Een storing met sneeuw die trekt van west naar oost over het land. En op de meeste plaatsen valt toch wel zo'n 2 tot 4 centimeter. Lokaal misschien ook wat meer. Vanochtend is het in het oosten nog wel zonnig, want daar komt de sneeuw pas in de loop van de middag. De temperatuur die ligt onder het vriespunt. Het is vanochtend zo tussen de 0 en de min 4. En vanmiddag is het op veel plaatsen nog steeds onder het vriespunt. Het kan dus een heuse ijsdag worden. Het sneeuwt en vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger. Verder waait er ook een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Ook vanavond valt er nog sneeuw, met name in het oosten van het land. In de kustgebieden is kans op een enkele bui. Het wordt nevelig, lokaal is ook kans op mist. Morgen veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur die ligt rond het vriespunt middags. En in het noorden kan hier en daar de zon gaan doorbreken in de lovende dag. De wind die waait uit het oosten en is zwak tot matig. De dagen na blijft het wisselvallig weer, hoewel het donderdag op de meeste plaatsen droog zal blijven en er ook zonnige perioden zijn. Overdag ligt de temperatuur iets boven het vriespunt en s'nachts vriest het licht tot matig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.